hebben jullie gedaan vandaag? Begin ik bij jou. Ja, echt gewoon bij elkaar ten huwelijk gevraagd. Jeetje, allebei? Allebei. En jij wist niet dat zij dit ging doen? Nee. Hoe dan? Ja, gewoon de vierdaagse is gewoon voor ons het dingetje. Ja, en we houden er allebei van hier zo. En dat leek ons, ja, voor mij was het een mooi moment om dat op dit moment te doen. Jimmicky, en wat zei hij? Ja, natuurlijk ja. Ja? Ja. Ja, nou, ik vind het fantastisch hoor. Wanneer gaat het gebeuren? Weet hoe nu. We gaan eerst even lekker vandaag nog even hier feesten. Een voorproefje maken en dan gaan we vanaf zaterdag gaan we plannen. Vanaf nu blijft een vierdaagse heel belangrijk iets in jullie leven. Ja, 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 ja. Absoluut. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja, heel veel plezier, hè? Ja, dank je wel. Ja, heel veel geluk. Woehoe! Zeg, de 40. De 40. Ja. Vandaag. Ja. Of is het de 50? Wat is het eigenlijk? Nee, het is 40. En we gaan naar de 30. Bent u blij? Ja, het is goed. Ja, ja hoor, ik heb zoiets van... Nou, ik heb de 40 best wel goed gelopen. Alleen gisteren had ik ontzettend last van blaren. Tenminste, de hak. En, dus ik zeg van, nou, die 10 die mag er wel af. Ja. En verder, andere, gisteren had u nog andere last van andere zaken? Of waren het echt de blaren? Nee, het was echt die blaar. Verder onderweg was het gewoon geweldig. Geweldig lopen. Mooi weer. We hebben heel goed weer gehad. Niet te warm. En ja, ik was op tijd binnen voor de warmte. En wat is het plan vandaag? Gaat u langzamer lopen, vaker rusten? Nou, ik ga wel ietsje langzamer lopen, want ze moeten uit het noorden komen. En anders dan zou ik misschien om 11 uur binnen zijn en dat is gewoon te vroeg. Dus ik ga onderweg wel even lekker, even lekker rustig zitten. Even lekker bijkomen en even ook genieten van alles om me heen. Vooral dat. Ja. Vooral dat, allemaal. Ja. Vooral genieten. Dank u wel hoor. Zeker weten. Maar als u 40 keer loopt, heeft u al eens een keer dit meegemaakt wat we vandaag meemaken? Jazeker, jazeker. Ik ben in 76 begonnen. Een paar keer niet kunnen lopen. En nu de 40ste keer. Maar warmte, regen, 4 dagen regen. We hebben van alles meegemaakt. En ja, de beslissing die ze nu gemaakt hebben en ja... Heb ik vrede mee, het is alleen jammer. En, ik kom zelf uit Kuik. Ja, kleinkinderen. Ja, daar valt in het water. Ja, en ik was gisteren in Vianen, daar hebben ze alles al versierd. Hè? Ja, ja, Vianen, dat ken ik ook. Ben ik ook nog erin gekomen. Ja, en dat is jammer. Mensen doen er veel voor en dan gaat het niet door. Ja, goed, je moet er vrede mee hebben, maar ja, het is nog weer maar zo. Plezier is er niet minder om vandaag? Nee, daar wordt er niet minder op. En dan gaat u volgend jaar naar uw 41ste keer? Dan ga ik voor de 41ste keer. Mijn planning was om terug te gaan naar de 30. Maar ja, misschien de kleinkinderen dachten maar 1 keer de 40. Nou, heel veel plezier vandaag. Dank u wel. Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Checkt u nog even de route of... Nee, ik druk op het knopje start zodat ik mezelf goed kan volgen en ook mijn volgers mij kunnen volgen. Ja. Heel goed, u wordt gevolgd. Erg jammer dat de 10 eraf is. Toch wel? Ja, want het was prima te doen, wat mij betreft. Ja. Maar we gaan. We gaan ervoor. Ja. Heel veel plezier, hè? Maak er wat van. Ja hoor, veel plezier vandaag. 2 jaar geleden heb ik ook gelopen. En toen heb ik ook maar 3 dagen gelopen. Toen was ook een dag afgelast. Oh, dat is een beetje pech, heb je wel. Ja, ik heb nou 2 keer gelopen en eigenlijk 2 keer niet volledig kunnen lopen. Dus dat is wel jammer. Maar vandaag, wat denk je? Wordt het makkelijk of is het toch wel goed dat ze het verminderd hebben wegens de warmte? Ik denk dat ze wel een goede keuze hebben gemaakt, want het is wel warm. En als gisteren was het eigenlijk ook al heel warm. Dus ik denk dat ze een goede keuze daarmee hebben gemaakt. Heel veel plezier, hè? Dankjewel. Oh, hallo, wat ziet u er prachtig uit. Dankjewel. Wat ziet u er prachtig uit. Maar... Iets korter vandaag, maar niet minder daarom uitgedost. Nee, we hadden het al bij ons natuurlijk. We zijn er al helemaal klaar voor. Dus ja, nee, we gaan ervoor. Dit is niet uw eerste keer, hè? Nee, mijn 11e keer. Heerlijk, zeg. Ja, ja, heel leuk. Heel intensief. Dat je ook alleenig bent. Ik loop voor het KWF. Maar ja, gelukkig, mijn vriendin is er nog. Maar ja, daarvoor heb ik besloten, je moet ervoor gaan. Je moet voor het leven, dus ja... Heel goed, heel goed. Heel veel plezier vandaag. Gaat zeker lukken. Daar ben ik helemaal... Jullie ook heel veel plezier en geniet ervan. Ja, dank je wel. Oké, dank je wel. Doei.
Want u bent zo mooi. Even kijken, maar u bent zo mooi uitgedost. Ja, goedemorgen dan. Goedemorgen, hebben we al de koffie op? Nee, nog helemaal niks. Oh, gaat dat onderweg gebeuren? Ja, zeker. Ja. En wat gaan we nog meer onderweg nuttigen? Lol maken. Oh, nuttigen. Ja, nuttigen. Nuttigen weet ik nog niet, maar lol maken zeker. Ja. Gaan we in om plezier, hoor. En niet de eerste keer, want de tenues zijn helemaal op elkaar afgestemd, of niet? Tweede keer ik. En zij de zesde keer. 2 en 5. Ja. Wauw, maar echt, u ziet er prachtig uit. U ziet er ook fit uit. Gisteren heeft helemaal geen schade aangericht. Nul. Helemaal niks. We gaan vandaag rennend. Het is maar 30. Ja, rennend. Oké, dan kom ik u straks rennend tegen. Ga je mee dan? Ik ga van de zijlijn kijken. Oké, nou. Okay. Succes dan. Dag, dag. Hallo, mag ik u iets vragen? Ja, dat mag. Heeft u een bepaalde tactiek voor vandaag? Bepaalde tactiek? Nee, ja, rustig aanlopen vandaag. En veel drinken. Ja. En het hoofd goed koel houden, dat is het belangrijkste. Dus u gaat niet sneller een eerder binnen te komen? Nee, we gaan niet sneller. Rustig aan gewoon. Huh? Heel veel plezier. Okay, nou, we vragen er nog eentje als we een tactiek hebben vandaag. Hallo dames. Hallo dames. Hebben jullie voor vandaag een bepaald tactiek? Rustig aan, maar ook niet te rustig. Oké. Denken jullie dat je dan echt veel eerder binnen bent zometeen? Dat hoop ik wel, maar het lijkt me ook heel saai. Want dan zijn mensen denk ik nog niet op de tribunes. Dus het is een ingewikkelde keus. Maar ja, we moeten het maken. Ja, maar de tribunes is wel echt heel bijzonder, hè? Ja, zeker. Maar ja, als mensen ook niet eens gaan zitten, misschien omdat het te heet is, je weet het niet. Oké. Het wordt één spannende exercitie. Veel plezier. Nee, dit moet echt even erop, heren. Kijk, daar is de camera. Dit moet echt even erop. Ja, dit is toch fantastisch, man. Wat zie ik toch? Oh, wat zie ik, man? Wat zie ik hier? Wat zie ik? Nou, 13 mannen die vandaag weer gaan uitlopen. Voor de hoeveelste keer? Voor de eerste. Wauw, maar... Ja, hoeveel... hebben we nog niet al de goede textiel aan, dus dat klopt. Hoeveel kilometertjes gaan we vandaag doen? 30. Dus 40 normaal gesproken, dus ingekort naar 30. Was het zwaar gisteren? Nee, totaal geen problemen gehad. Okay, dus ja, sorry, maar ik kan mij. Ja, ik moet er naar kijken. Nee, het was redelijk heftig, ja. Jullie hebben veel aanzien, denk ik, hoor, vandaag onderweg. Ja, ik denk de mannen zien er goed uit vandaag. Borst naar voren en lopen. Oh, jongens. Ik heb straks kop in de nek. Kop in de nek en gaan. Ja. Kop in de nek en gaan. Dag. Dat moet je niet hebben. Jawel, jongen. Zeg, Sinterklaas. Ja. Bent u niet een klein beetje de weg kwijt? Ja, nee, ik was heel lang aan het lopen, maar toen kwam Brees hierop uit in Nijmegen bij de Vierdaagse. En toen moest ik al meelopen, ja, en toen was ik hier. Weet je, mensen uitzwaaien en ik heb een toptijd. Wat leuk hier. Iedereen hier is, ga ik heel veel cadeautjes geven. Echt waar. Maar uw paard? Wat zei u? Uw paard. Ja, er zijn al veel te veel paarden in de stad, dus met schimmel gaat het wel goed. Met een stoomboot ook wel. Maar het lopen gaat het beste. Daar gaat het beste mee. En dat is echt top. Oké, nou, het is wel echt fantastisch dat u hier bent. En dat u iedereen zegent, hè? Zeker, zeker. Ik zeg iedereen. Ik ben Pieter wel kwijt. Maar ik ben hier gewoon. En daar gaat het om. Daar gaat het om. Net zoals al deze mensen. Het is geweldig. Het is echt top. Het is echt top. Nou, dankjewel, hè, dat je er bent. Zo goed, ja. En jullie ook. Jullie krijgen cadeautjes, jongen. Dat wordt echt geweldig, dat wordt echt geweldig. Geweldig, we krijgen cadeautjes. 14. Wauw, man. Is het je eerste keer dat je meeloopt? Nee, tweede keer. Wat vind je ervan dat het korter is vandaag? Wel fijn, want eigenlijk altijd bij de laatste 10, 15 kilometer, dan word ik wel heel erg moe. Dus het is wel fijn. Ja, en had je gisteren veel last van de warmte? Ja, op het einde wel. Toen werd het wel echt lastig. Ja. Met wie loop je? Oh, had zij ook veel last van de warmte? Nee. Nee, hè? Dus het is echt wel voor jou anders dan voor haar. Ja. Nou, ik vind het heel dapper en heel knap, hoor. Heel veel plezier vandaag. Dank u wel. Ik moet wachten. Ja. Want voor de laatste, hè? Voor 30. Ja. En dat wordt dan nu 20? En dan worden er 20, ja. Heeft u een bepaald tactiek voor vandaag? Nee. Ik ga gewoon lekker rustig lopen. Ja. En kalm aan. Ik heb alle tijd. Is het uw idee om gewoon
langzamer, maar ook gewoon langer te wachten onderweg? Nou, wel wachten nog op een paar vrienden, waar ik slaapvrienden. Dus, en die wacht ik wel op. En dan gaan we met z'n allen gaan we dan naar de finish. Dat vinden we leuk. Ja, leuk hè. Dus het wordt gewoon best wel een relaxte dag. Ja, ja, dat is het zeker. Ja. Inderdaad. Met fantastisch weer. Prachtig hè. Het kan niet beter hè. Het kan niet beter. Hè? Ja, ja. Nou, heel veel plezier hoor. Dank u wel. Ik zie aan uw bandje dat u ingesteld was vandaag op de 30. Ja, dat klopt. Ik loop samen met mijn dochter en zij loopt de 40. En die start om 5 uur. En we zijn samen hier naartoe gereisd, dus ik moet een paar uurtjes wachten. Ja, het is niet anders. Hoeveelste keer loopt u het vandaag? De 6e keer. En snapt u het wel, het besluit dat het bestuur heeft genomen? Jazeker. Jazeker. Het is hartstikke warm. Ik vind het niet erg. Ik vind het een prima beslissing. De sfeer die is er niet minder om? Helemaal niet. Helemaal niet. Het is nog precies hetzelfde. Nu hoor ik sommige mensen zeggen, ja, ik heb toch wel een bepaalde tactiek. Nou, ik ga wat langer rusten of wat langzamer lopen. Het valt wel mee. Ik rust elk uur een paar minuten en ik drink genoeg. En ik denk dat het wel goed zo gaat. Ik denk het ook. U ziet er heerlijk relaxed uit. Ja, maar zo voel ik het ook. Vanavond naar huis. Vanmiddag naar huis. Veel plezier. Dankjewel. Dank u wel. Veel plezier. U zegt, we gokken erop dat we hem uitlopen. Maar u staat in ieder geval niet bij het rijtje uitgevallen. Nee, gelukkig niet. Nee, het was een fantastische week. Het is heel zwaar geweest. Maar we hebben goed getraind en dat heeft zich uitbetaald. En we gaan ervan genieten vanmiddag. En dat u hier een foto van wil maken van de cijfertjes? Ja, dat hoort er gewoon bij. Dat doet altijd iedereen. Het was van de week te druk. Dus we dachten, dan doen we dat vandaag. Ja, ja, mooi hoor. Maar 45.000, hè, dat zijn er nogal wat. Dat merkt u ook vandaag, hè, als u gaat lopen. Ja, dat zijn er zeker veel. Dat is zo ongelooflijk gezellig. Dit is voor ons de eerste keer. En ja, het was echt waanzinnig. Ik ben blij hoor. Dat is niet de laatste keer als ik het zo hoor. Dat weet ik nog niet, want het was wel echt, echt heel zwaar. En het was absoluut een wens om hem ooit eens één keer te lopen. Normaal feest ik hem altijd. Dus, maar zeg nooit nooit. Eerst vandaag maar eens uitlopen. Heel dapper, dank u wel hoor.